Dit is een schattingsvraag. Wie het dichtst in de buurt zit. Als je te hoog zit, heb je sowieso verloren. Maar als je dicht in de buurt zit, dan win je. Dus Apple maakte deze week haar kwartaalcijfers bekend. De vraag is... Hoeveel iPhones ging er het afgelopen kwartaal wereldwijd... gemiddeld per uur over de toonbank? Gemiddeld per uur. Weggeven. Nou, wat denken jullie? Wat zeg jij? Per uur, gemiddeld, per uur. Over de hele wereld. Ik zou het niet. 5000? 5000, wat zeg jij? Ja, maar, ja. Een paar miljoen. Meer dan 5000. Zeg maar 5000? Meer. Is dit je antwoord, 5000? Nee. Want Apple wil natuurlijk een paar nulletjes sowieso erbij. Je moet het nu zeggen. Ja, meer. Doe nou meer. 10.000. 10. Meer. Nou, hoeveel meer? Nou, zeker wel. Nee, niet wereldwijd. Per uur, hè? Hij zegt per uur. Maar hallo, mag ik die 20 zeggen daar? Ja, zeg dan. Even voor de duidelijkheid. Jenny Lena zegt 10.000 per uur wereldwijd iPhones. En jullie zeggen 20.000 per uur. Ja, 20. Het goede antwoord is 35.000 per uur. Per uur.